Toppers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Je hoort waarschijnlijk wat galm, wat echo. Dat kan omdat ik op dit moment voor de eerste keer een podcast opneem in mijn nieuwe werkkamer, waar nog bijna geen meubels in staan. Dus het galmt heel erg. Ik hoop niet dat het heel vervelend is qua audio, maar Julian ligt in bed, zijn vriend ligt beneden. Formule 1 te kijken. Dus ik dacht, ga lekker naar mijn werkkamer toe. En lekker tegen de verwarming aanzetten. En ik ga een podcast opnemen voor morgen. Dus here we go. Dit onderwerp is geïnspireerd door de vele DM's die ik krijg. En vooral ook door de ontzettend mooie testimonials die ik afgelopen week heb mogen ontvangen. Afgelopen weken. Van de deelnemers van Love Attraction Mastery. Ik heb heel veel testimonials mogen ontvangen. En voor mij is het super mooi om te zien van, goh, wat is het vooral wat iemand eruit haalt? En het is heel divers, hè, want iedereen heeft andere verlangens. Maar één ding wat bij alle deelnemers als onderdeel terugkwam, was het enorme gevoel van zelfvertrouwen dat ze ontwikkeld hebben. En daardoor enorm krachtig in het leven staan, in hun business zitten. En daardoor alles manifesteren wat ze willen. Daardoor lukt alles. En dat stukje zelfvertrouwen kwam keer op keer op keer op keer terug. En ik krijg heel veel vragen via DM ook altijd. Van, goh Kim, hoe ontwikkel ik meer zelfvertrouwen? Hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb jij gewerkt aan het ontwikkelen van meer zelfliefde? En het is inderdaad zo, een Love Attraction Mastery. Stap voor stap neem ik je ook daarin mee. Ik luisterde ook nog vandaag naar een clip waarin Abraham Hicks iets heel moois zegt over, waarin Abraham Hicks zelfvertrouwen eigenlijk, wat is zelfvertrouwen en hoe bouw je het op, vanuit de wet van aantrekking heel mooi uitlegt. En die uitleg wil ik met je delen, want die raakte me en ik kon hem zelf voelen. Ik dacht, ja, dit is het. Dit is precies wat mijn zelfvertrouwen ook geboost heeft. En ik ga het in mijn eigen woorden doen en ik ga proberen dit zo goed mogelijk over te brengen, zodat ook jij dit voelt. Wat Abraham Hicks zegt, weet je in de kern wat zelfvertrouwen echt is? Dat is standing in your body, dus in je lichaam zijn en looking through things, looking at things through the eyes of source. Dus in je lijf zijn, hè? In je lichaam zijn. En alles observeren, alles zien om je heen door de ogen van Source, van het universum, van je inner being. En ten eerste vond ik dat zo mooi, omdat dat is wat het in de kern is. Dit is in de kern ultieme zelfliefde, ultiem zelfvertrouwen, in je lichaam zijn. Zijn, gewoon zijn. En alles om je heen zien, en dan bedoel ik dus ook jezelf, maar alles om je heen, andere mensen, dingen, omstandigheden. Alles zien vanuit de ogen van inner being, van het universum. En het universum ziet wie je echt bent, voelt wie je echt bent. Ziet jouw unlimited potential, jouw ongelimiteerde potentieel. Ziet jouw kracht. Ziet jouw waardigheid, voelt jouw waardigheid, jouw zelfvertrouwen. Hoe mooi dat je bent, hoe krachtig dat je bent, hoe precies goed en perfect dat jij bent. Precies zoals je bent. En hoe meer dat jij dit elke dag kan doen. Naar de wereld kijken. Het is letterlijk naar de wereld kijken door de ogen van Source. En dit klinkt misschien, nu denk je misschien, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dan zeg ik meteen, of niet. Misschien is het makkelijker dan je denkt. Want de enige reden waarom je dat niet zo zou ervaren, dat je iets niet ziet vanuit de ogen van de bron, en dit heeft mij ook echt, through the eyes of source, dit heeft ook mij heel erg mijn leven veranderd, toen ik de wet van aantrekking ontdekte en alles ging toepassen wat ik leerde. Dat alleen al het geloof in dat het zo kan zijn, heeft zo'n boost gegeven aan mijn zelfvertrouwen, dat ik de reis in mezelf, ik verlangde zo naar die reis maken in mezelf, om dit te gaan voelen en om dit te gaan creëren. Voor mij voelde het, toen ik dit ontdekte, zo als waarheid, als thuiskomen, als,
als dit is hoe het is, hoe het echt is. En niet wat ik allemaal geleerd heb. Dit is hoe het echt is. Het voelde zo sterk en zo goed. En ik wist ook, ik heb een reis te gaan. Hè? Want ik kom af van heel onzeker zijn. Heel onzeker. En met onzekerheid gaat ook heel vaak controlfreak gedrag gepaard. Je wil dan dingen controleren om ook dingen te compenseren. Iemand die leeft vanuit heel veel zelfvertrouwen en zelfliefde is nooit een controlfreak. Die kan dingen loslaten, die kan dingen laten flowen. En achteraf heb ik ook die link gemaakt. Ik was een controlfreak omdat ik zo weinig zelfvertrouwen had. En toen ik leerde om dingen vanuit mijn inner being te bekijken, vooral eerst mezelf vanuit inner being. Ik merk ook dat het heeft zo'n impact gemaakt op mijn leven als ik hierover vertel. En als ik terugdenk aan die reis. En natuurlijk, hè, ik ben nog steeds die reis aan het maken. Ik groei nog elke dag, maar de groei is zo enorm geweest. Want ik haatte mezelf echt. Ik haatte mezelf. Er waren periodes dat ik gewoon niet de deur uit wilde, omdat ik gewoon me zo schaamde ook voor hoe ik eruit zag. Ik zat zo niet lekker in mijn vel dat ik me altijd terugtrok. Ik was eigenlijk een kluizenaar. Mensen noemden me ook altijd, kijk, ben ik nu nog steeds wel een Einzelganger. En weet ik niet, ik was altijd anders. En nu zie ik dat als mijn kracht natuurlijk. Misschien herken je dit ook wel. Maar ik heb het altijd als een zwakte gezien. Ik heb altijd gevoeld, wat is er mis met mij? En het heeft mijn leven gewoon een hele lange tijd. Ik heb het ervaren als moeilijk. Ik heb het leven ervaren als zwaar een hele lange tijd. Tot ik dit ontdekte. En dit was, ik ben daar zo dankbaar voor dat dit zo gegaan is. Dit was echt letterlijk life transforming. En ik denk dat dat me ook zo gegrepen heeft, dat ik toen het verlangen heb gehad. Dat ik dacht van, oh man, ik gun dit zo iedereen. Ik zie dit om me heen. En vooral toen ik ouder werd, zag ik het om me heen. Ik gun dit zo iedereen. Hè, dat je dit ontdekt en dat je het zo voelt. Dat je voelt van, dit is hoe het echt is en dit is wie ik echt ben. En dat jou aanzet en stimuleert en motiveert om die reis in jezelf te gaan maken. Want toen ik dit ontdekte, was het niet ineens de hele wereld was anders. Hè? Nee, dat was een reis. Maar doordat ik zo voelde, dit klopt en zo kan het zijn. Ik wist gewoon, als ik dit ga oefenen, als ik dit ga doen, dan komt het punt dat ik dit voel, dat dit zo kan zijn voor mij. Dat was het vooral, omdat het zo klopte. En Abraham Hicks zegt zo mooi, dit is hoe je ter wereld bent gekomen. Dit is zoals het echt is. En de enige reden dat je op enig moment weinig zelfvertrouwen voelt, is doordat jij ervoor kiest om jezelf en de wereld om je heen niet te zien door de ogen van het universum, niet te zien door de ogen van je inner being. Maar door het ego-stuk, door de belemmerende overtuigingen. Abraham Hicks praat altijd over you've got your umbrella up. Dus dat je je paraplu omhoog hebt, waardoor je letterlijk de stroom van, waar ik het vaker over heb, hè, de stroom van well-being en overvloed, die jou ten alle tijden wil en hoort te bereiken, dat je die blokkeert. En dat doen we zelf door de gedachten die we hebben, routinegedrag ook wat we hebben opgebouwd, wat ons niet dient. En dat maakt dat we weinig zelfvertrouwen voelen. Dat maakt dat we weinig zelfliefde voelen. Dat maakt dat het voelt dat we een lange weg te gaan hebben. Maar in de kern, weet je, is het er gewoon. Het is er. Het is er altijd geweest. Het enige wat er gebeurd is, je blokt het nu. En dat doe je vaak onbewust. Je hebt vaak niet in de gaten dat je het doet. En op het moment dat je afleert, nee, letterlijk leert hoe je dat kan, hoe je dat blokken, zeg maar, kan afleren, dan is het stroomt. En het stroomt nu al, maar dan kan het je ook bereiken. Het is letterlijk dat je leert hoe je je paraplu omlaag kan doen. En dan stroomt het ten alle tijden. En betekent dat dan dat je altijd blaakt van het zelfvertrouwen en je altijd goed voelt? Nee. Nee, absoluut niet. Maar het mooie van dit alles, vind ik, is dat je wel bij jezelf weet welke, ik noem dat altijd zo, en dat is dan, hè, dat spreekt dan, hoop ik, tot de verbeelding, dat je weet welke knopjes je bij jezelf moet indrukken, dat je weet hoe jij in elkaar zit, om er weer te komen, om er weer terug, hè, om weer terug in dat stukje jezelf zien vanuit the eyes of source, en weer terug in alignment te komen, weer letterlijk de stroom je te laten bereiken. Dat stuk.
En dit vind ik zo'n persoonlijke, ik vind dit zo'n mooie uitleg van hoe ontwikkel je meer zelfvertrouwen. Letterlijk, wat is zelfvertrouwen voelen? Dat is zijn, in je lichaam zijn en jezelf en de wereld om je heen. Dus ook als je in de spiegel kijkt, zien door de ogen van Source. En waar ik vroeger, want dit is een heel groot onderdeel geweest van mijn leven, waar ik vroeger in de spiegel kon kijken en letterlijk niets mooi aan mezelf kon zien, alles kon afkeuren. Kan ik nu ook wel eens vaker zien, hè? Van, goh, wat heb je wallen of wat heb je dit? Of, ik ben bij lange na niet perfect. Maar het oké zijn met jezelf, blij zijn met jezelf, in de spiegel kijken en jezelf mooi vinden. Letterlijk, dit is jezelf zien door de ogen van de bron. Want we zijn allemaal geen supermodellen. En, maar dat hoeft ook niet. Dat is niet wat zelfliefde is. Zelfliefde is de mooiheid in jezelf zien en om de wereld om je heen. Precies zoals het is. Want het is precies goed. Het is niet voor niets dat je er zo uitziet. Het is niet voor niets dat jij bent wie je bent. Dit heeft een reden. Je hebt dit gekozen. Dit was de bedoeling. Het is goed. En het afkeuren is letterlijk het blokken van abundance. Het blokken van de stroom van well-being. En dat voelt zo warm. En het voelt zo vol zelfvertrouwen. Zo in rust zijn. Zo oké zijn. En daardoor ook zo in vertrouwen kunnen zijn. Weet je, vertrouwen is een uitvloeisel van innerlijke rust en oké zijn met wat is. En erop vertrouwen dat je dan een krachtige creator bent. En wat Abraham Hicks ook heel mooi zei in die clip is, hoe bouw je meer zelfvertrouwen op? Door ten eerste te geloven in de wetten van het universum. Dat is letterlijk stap 1. Geloven in de wetten van het universum. 2 is intenties zetten, dus verlangens uitzenden. 3 is, en dat vond ik heel mooi dat Abraham daar naartoe gaat, je zoveel mogelijk goed voelen. Dat doen op dagelijkse basis, wat maakt dat jij je goed voelt. Dus nogmaals, ik ga hem even nog herhalen, die 3 stappen. 1 is de wetten van het universum kennen, geloven dat dit zo werkt. 2 is krachtige intenties zetten, dus intune op wat je wil. Bezig zijn met wat je wil. Je verlangens uitzenden. En dat doe je elke dag bewust en onbewust. Maar maak daar ruimte voor ook. Om dit vanuit overvloed. Vanuit een fijn gevoel te doen. 3 is zorgen dat je je zoveel mogelijk goed voelt. En waarom wordt dit gezegd? Op het moment dat jij je zoveel mogelijk goed voelt. Ben je vrij van weerstand. En moet datgene wat jij wenst. Die intenties moeten werkelijkheid worden. En 4, stap 4 is dan. Zoveel mogelijk zien. En baden in wat het universum je geeft. Want hoe meer dat jij opmerkt dat wat jij vraagt gegeven wordt, letterlijk dat je krijgt wat je verlangt, dat je dit stappenproces volgt, hoe groter je zelfvertrouwen wordt. En toen dacht ik, klopt dit voor mij? Ervaar ik dit zo? En toen dacht ik, ja, het klopt. Want hoe meer dat jij merkt van ik doe dit en het lukt, hoe groter je zelfvertrouwen wordt, hoe sterker jij in jezelf gaat geloven. Op het moment dat het begint met kleine dingen en het wordt steeds groter, komt er een punt dat jij voelt, ik kan letterlijk echt alles bereiken wat ik wil. En dat doet zoveel met je en dit hoeft ook geen jarenproces te zijn. Ik wil er überhaupt geen geen tijd aan koppelen, überhaupt niet, want daar gaat het niet om. Hè? Het moet niet de bedoeling zijn om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar als je dit volgt, ik vond het gewoon persoonlijk zo mooi uitgelegd. En eens heel iets anders dan bijvoorbeeld zoveel mogelijk dingen doen uit je comfortzone. Waar ik ook een enorme voorstander van ben. Hè? Maar zoveel mogelijk dingen doen uit je comfort, die uit je comfortzone zijn automatisch een gevolg op het moment dat jij steeds meer vertrouwen krijgt dat wat jij wil lukt. En dat doe je door deze 4 stappen. Geloven dat het zo werkt. Op het moment dat je het niet gelooft, dan werkt de wet van aantrekking nog steeds, maar dan werkt die niet in je voordeel. Stap 2 is krachtige intenties zetten. Dus je verlangens uitzenden, weten wat je wil, daarop intunen. En dan 3, en dan ben je vrij van weerstand, je zoveel mogelijk goed voelen. Dus jezelf echt, en dit is automatisch ook meteen weer een vorm van zelfliefde, jezelf dat geven wat jij nodig hebt op dagelijkse basis. Het klinkt heel stom, hè? Maar bijvoorbeeld, het zijn van die kleine dingen, maar ik kijk even naar vandaag.
Ik weet dat, bijvoorbeeld nu vanavond, hè, ik doe Julian naar bed. En ik weet dat zijn vriend het heel fijn vindt als we samen nog even tv kijken. En dat vind ik ook. Maar ik had en heel veel zin om een podcast op te nemen. Nou, en ja, ik heb beloofd dat er elke dag één online komt. Maar ik had ook gewoon even zin om even in mezelf te keren. Ik had gewoon even zin om alleen te zijn. En het is heel belangrijk voor mij dat ik daarnaar luister. We hebben een heel druk weekend achter de rug met 4 opa en oma paren die langs zijn geweest. Of 3. Ja, komende woensdag vieren we nog bij een andere opa en oma Sinterklaas. En het is een en al, het was fantastisch, maar het is wel een en al geregeld. Julian die 2 dagen achter elkaar overdag niet wilde slapen. Dus het was best wel, het was veel. Het was best wel veel. En dan vind ik het lekker om even af te schakelen en alleen te zijn. En het is heel makkelijk om dan te denken, oh ja, zijn vriend vindt dat fijn, dus ik doe dat gewoon. Nee, ik mag aan mezelf denken, want ik ben dan een leukere vriendin, een leukere mama. En het klinkt misschien als iets heel simpels, hè? Misschien zou je dat ook gedaan hebben, maar dit is bijvoorbeeld iets wat ik weet dat ik nodig heb. Ik ben zo in mijn element dan op mijn eigen werkkamer en dit plekje zo en al helemaal tegen de verwarming. En ik moet daarnaar luisteren. En dat is elke dag opnieuw zijn het van die kleine inimini dingen. Maar dat is wel zorgen dat je je zoveel mogelijk goed voelt. En voor mij zit dat ook in zoiets kleins. En zo klein mag je het ook gaan zien. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Het hoeft niet elke dag een uur voor jezelf of elke week een dag voor jezelf. Als je dat wil, dan kan dat. Tuurlijk, alles is goed, hè. Er is geen goede fout. Maar ga het ook in die inimini kleine dingetjes zoeken. Misschien is het voor jou wel lekker even in bad gaan elke dag. Of elke dag een kwartier een boek lezen. Of ik weet het niet. Of je favoriete serie kijken. Het zijn van die kleine dingen, maar hoe meer jij goed wordt, hè, de hele dag door. Ook stel je bent ondernemer. Dat je jezelf ook het gunt om je leven en je bedrijf in te richten op jouw voorwaarden. Niet kijken naar anderen. Niet kijken online hoe iedereen het doet. En hè, wat hoort. En dat allemaal. Het gewoon echt helemaal loslaten. Lekker eigenwijs. Lekker rebels. Alleen maar luisteren naar jezelf. Dat. Alleen maar voelen. En ik weet het, hè. Ik weet dat heel veel mensen, en ook dat herken ik heel erg voor mezelf, van waar ik vandaan kom. Ik leefde alleen maar in mijn hoofd. Ik heb jarenlang tegen mezelf gezegd, ik kan niet voelen. En uiteindelijk werd dat ook een soort van waarheid of een soort van bevestigd. Ik weet niet of ik dat vaker verteld heb, maar ik heb een hele lange tijd, dat heeft jaren achter elkaar geduurd, had ik continu ontsteking in mijn arm, een tennisarm. Ik heb al 4 jaar lang periodes van 6 tot 9 maanden iedere keer aan een stuk niet kunnen tennissen. En tennis is iets wat ik heel graag doe, omdat ik heel de tijd geblesseerd was. En iedere keer opnieuw kwam die ontsteking. En toen ben ik op een bepaald moment bij een voetreflexologe terechtgekomen. En die zei, en dat was toen iets wat mij heel erg raakte. Die zei toen, op het moment dat ik deze plek ga aanraken onder jouw voet, schiet je waarschijnlijk tegen het plafond. Maar dat is een goed teken. Ik moet dit nu behandelen. En wat er gebeurde is dat ik verschillende, ik had dus echt letterlijk een ontsteking, want ik liep ook bij de fysiotherapeut. Hè. En dat was ook te zien op het echoapparaat dat mijn arm ontstoken was. En ik had meerdere plekken, ik had altijd heel erg mijn nek vastzitten en de rug en schouderbladen. Ik had heel veel last ook van rug en vooral schouder- en nekklachten. En niets onder mijn voeten deed pijn. En zij had nog nooit een klant gehad in al die jaren en studie en alles die niets voelde op het moment dat er daadwerkelijk een pijn was in het lichaam. En ik voelde niets. En in het begin begreep ze er niks van. En toen zei ze, op een begrijpelijke manier, jouw gevoel is zo geblokkeerd. Er is nul verbinding op dit moment tussen jouw hoofd en jouw hart. En zo ervaarde ik dat ook. Alles deed ik met mijn hoofd. Ik voelde ook niet. Maar dat was ook mijn waarheid. Hè? Ik sprak het ook uit. Ik kan niet voelen. Ik weet niet hoe dat moet. En dat uitte zich dus ook fysiek. Dat ik niks voelde onder mijn voet. En dat dat zwaar abnormaal was. En toen weet ik dat zij bij haar was een opleiding had gevolgd. Iemand met echt tientallen jaren ervaring deed dat voorgelegd. En die zei toen, zij is zo afgesloten van haar gevoel. Bij patiënten die dat hebben, zien we dit terug.
En dat was voor mij, en dat is december 2016 speelde dat. Dat ik daar, dat was toppen. Toen zat ik echt, het ging het heel slecht met mij in december 2016. In januari 2017 kreeg ik ook een burn-out. Die uiteindelijk alles voor mij veranderd heeft. Maar toen, dat was zo, dan schrik je zo als dat gebeurt. Hè? Dat je zo, dan ga je echt nadenken van wow, ik ben echt afgesloten van mijn gevoel. En zo hoort het niet. En ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En toen ik in die burn-out terecht kwam, ja, toen werd ik ook gedwongen om, weet je, ik kon ook niet meer doorrennen, ik kon niet meer doorgaan. Ik was altijd druk, alles met mijn hoofd, altijd maar keihard werken. Hustle was echt mijn go-to-modus. En ik liep ook vast, hè, dat heb ik vaker gedeeld. Ik liep vast in mezelf, ik liep vast qua tijd, ik liep vast qua energie. Ik lichamelijk had ik altijd pijn, ik had 6 van de 7 dagen, had ik hoofdpijn. En financieel ook, het was allemaal prima, maar het was altijd dat plafond, zeg maar, wat ik ook deed. En toen was het, die burn-out was gewoon het toppunt. En toen dacht ik, oké, en nu kan ik letterlijk niks meer en word ik zo geconfronteerd. Ik moet de confrontatie met mezelf nu aangaan. Ja, toen ben ik heel erg gedoken in eerste stap. Altijd is het toch voor mij boeken en podcasts geweest. En toen ben ik heel veel ook bij Louise Hay ben ik heel erg aan de slag gegaan. Wayne Dyer. En even later kwam Abraham Hicks dus heel intensief. En dat alles bij elkaar, zeg maar, zo die confrontatie met jezelf aangaan, heeft gemaakt, denk ik. Ik wil dit met je delen, want ik hoop dat je jezelf hierin herkent. Dat je dingen in jezelf hierin herkent waar je wat mee wil en waar je ook het geloof uithaalt van, weet je, dit kan, dit bestaat. Dat het anders kan, dat het fijn is op een andere manier, dat een andere manier van leven bestaat en dat het slechts een oefenen is, het opnieuw ontdekken van. En het fascineerde me zo ontzettend. Plus op het moment dat je zo tegen de lamp loopt, zeg maar, mijn pijn letterlijk, fysiek en mentaal, was zo groot. Dat, zoals Tony Robbins dat altijd zo mooi zegt, change happens in an instant and change is inevitable. Dus het was geen optie dat ik niet zou veranderen. Ik kon gewoon letterlijk niet meer verder. Mijn lijf was echt letterlijk op. En dan ga je wel. En ik had zo'n zin om te veranderen, dat ik dus ook, ja, toen was het gewoon letterlijk dat ik mezelf afvroeg van als alles mogelijk was. Deze vraag zou ik ook willen dat jij meeneemt voor jezelf. Als alles mogelijk is, hè, hoe zou ik dan nu? Ik stelde me voor dat alles blanco was. Hoe zou ik dan nu mijn leven willen inrichten? En voor mij was er vooral een hele groot ding op werkvlak. 2 dingen speelden. Ik worstelde heel erg met relaties met mannen. Dat was iets, was altijd een heel moeilijk punt in mijn leven. Had ook te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen en onvoorwaardelijke zelfliefde. En vervolgens worstelde ik heel erg op mijn werk. He, dat ik mijn eigen waarde altijd koppelde aan wat ik presteerde en hoe ik eruit zag. Dat heb ik wel eens vaker benoemd. En dat zat me heel erg in de weg. Het was nooit goed genoeg. Ik was nooit goed genoeg. Als ik wat bereikt had, dan was ik niet eens trots op mezelf. Het was meteen, oké, what's next? Zonder goed gevoel, zonder ja, ook maar een grijntje van dankbaarheid en trots. En nou, dat brak me gewoon op, punt. Dat brak me gewoon echt op. Het was gewoon nooit goed genoeg. En dan ga je echt in de spiegel kijken en mezelf de vraag stellen van oké, als alles nu mogelijk is en je zou volledig opnieuw beginnen, hoe zou je dan willen dat je leven eruit ziet? Nou, voor mij kwam toen meteen naar boven, was mijn grootste wens al heel lang. Ik zou heel graag alleen op reis willen. Dat verlangen kwam heel snel. Plus daarnaast, en dat hangt dan mee samen, is ik zou heel graag locatie onafhankelijk willen werken. Dus ik zou heel graag, mijn leven zag er toen uit dat ik 6 dagen per week in de praktijk werkte, 1-op-1 coaching gaf en gemiddeld 12 tot 16 mensen per dag zag. En dat betekende eigenlijk dat mijn agenda de hele dag gevuld was. En ik kon nooit uitslapen, en het was niet eens dat ik wilde uitslapen, maar het was vooral dat ik het voelde dat ik niet zelf kon bepalen. Ik miste vrijheid. En ik verlangde naar vrijheid. Ik denk ook dat de vrijheid dat ik die zocht ook in het alleen op reis. Dat gevoel van zee. En ik wilde heel erg naar Bali toe. En toen vervolgens heb ik, dat is heel snel gegaan. En dat, ik weet dat ook dat de reden is geweest waardoor ik heel snel uit die burn-out ben gekomen. Dat ik letterlijk binnen 2 weken mijn hele leven heb omgegooid. Dat ik alles los heb gelaten wat ik deed. Dat vond ik heel eng. Oh, daar heb ik buikpijn van gehad. Ik vond het heel spannend. Ik dacht echt, al mijn klanten lopen weg. Want ik heb ze toen overgedragen aan mijn moeder, die stage liep bij mij toen.
En ik dacht echt, en dan komt het, valt dus ook meteen mijn inkomen weg. Nou, ik was alleen, ik moest een appartement bekostigen, dus ik vond dit heel spannend. Maar het voelde ook, ik heb geen andere keuze. En als ik heel eerlijk ben, en ik luister echt naar mezelf, hè, als ik echt mezelf die vraag stelde, als ik blanco kon beginnen met een leeg blad, echt letterlijk blanco, die wil ik ook dat jij jezelf stelt, echt grenzeloos durven dromen. Hoe zou je dan willen dat je leven eruit ziet? En toen kwam er bij mij meteen op, ja, gewoon letterlijk twee dingen. Ik zou locatie onafhankelijk willen werken, dus ik zou online willen werken. En vervolgens, ik zou op reis willen alleen. Die twee dingen. En toen ben ik gaan nadenken, oké, en wat is voor mij de makkelijkste manier om dat te bereiken? Dat was stoppen, dus met één-op-één coaching fysiek. En op een makkelijke manier, zonder technische shit, want dat heb ik nooit goed gekund of nooit echt goed gevoeld. Op een makkelijke manier, zeg maar, mijn bedrijf starten online. Gewoon een stap zetten. En dat was voor mij dan via Facebook. Daar heb ik dan een membership opgericht. Dus ik had verder geen techniek nodig. Dus dat was mijn eerste stap. En een pilot draaien op het gebied als business coach. Zeg maar, die twee dingen heb ik toen gedaan. En vervolgens ook een paar maanden later een reis geboekt naar Bali. Die twee dingen. En door van zo vastzitten en als waarheid hebben, ik kan niet voelen. Letterlijk vastlopen, fysiek, mentaal. En dan een burn-out krijgen en dan deze keuzes durven te maken. Het voelde echt alsof het gewoon letterlijk geen optie was. Of geen optie was om een andere keuze te maken. En Turkije, je hebt altijd een keuze, maar ze voelden het. Dat ik toen dat jaar zoveel zelfvertrouwen heb opgebouwd door, als ik terugkijk, naar die stappen letterlijk te volgen van Abraham Hicks. Die Abraham Hicks dus teacht van eerst geloven in de wet van het universum. Nou, dat was iets waar ik enorm voor open stond en ook echt voelde als thuiskomen. Twee is krachtige intenties zetten. Nou, ik had mijn verlangens uitgesproken, die twee. Hè. Die voelde ik ook heel sterk. Drie is je zo goed mogelijk voelen. Wat was voor mij zo goed mogelijk voelen? Alles loslaten wat nu fysiek en mentaal pijn deed. En dat was voor mij, ik was op dat moment uit een relatie. Maar ik was daar nog niet. Ik had dat nog niet helemaal losgelaten. Dus dat was voor mij een aandachtspunt. Plus vervolgens letterlijk mijn huidige werk loslaten. Letterlijk echt loslaten. En toen ik eigenlijk alle pijn losliet, toen voelde ik me ook zo opgelucht dat ik dat deed om me zo goed mogelijk te voelen. En ineens stroomde het weer. Ik was acuut van mijn hoofdpijn af. Mijn arm is sindsdien nooit meer ontstoken. Ik heb nooit meer lichamelijke klachten. Ik heb nooit meer mijn nek vastzitten, nooit meer mijn schouder vastzitten. Het is nooit meer teruggekomen. Ik had ontzettende hoofdpijn altijd. Ik dacht dat ik bepaalde migraine had. De medicijnen, sterkste medicijnen hielpen ook niet. En het is nooit meer terug. Ja, ik heb nog wel eens een keer hoofdpijn, maar dan pak ik een paracetamol en dat helpt. Het is gewoon niet te vergelijken. Het is gewoon weg. En dat was voor mij ook die bevestiging van, weet je, het mentale en het fysieke staat zo met elkaar, hangt zo met elkaar samen, staat zo met elkaar in verband. En nou ja, toen heb ik die stappen dus gevolgd en vervolgens ook zie hoe het universum je geeft wat je wil. En dat was voor mij letterlijk, ga maar naar Bali, ga het maar doen, ga maar alleen op reis. Plus, ik startte online en er waren vrij snel al wat klanten. Het was allemaal minimaal, weet je, het was een membership van 27 euro, dus ik verdiende allemaal, maar het was allemaal maar minimaal. Maar het waren wel stapjes in de juiste richting en ik zag dat ook als manifestaties en ik was dankbaar voor elke stap en daar bouw je zo'n zelfvertrouwen erop. En toen ben ik naar Bali gegaan. En toen zag ik hoe alles lukte. En hoe ik alleen kon zijn. En hoe ik me krachtig kon voelen. En hoe ik ooit dacht van dit kan ik niet. En wat als ik de weg kwijtraak. En wat is me wat gebeurd. En ik was altijd heel bang om verkracht te worden ook. En ik had zoveel angsten ook altijd. Had ook te maken met heel weinig zelfvertrouwen. En ik bewees mezelf daar dat ik me ook gewoon maandenlang alleen helemaal goed kon voelen. Dat moment daar. En ik heb het nu weer dat het me hoog zit. Omdat ik daar zoveel dankbaarheid heb gevoeld voor het feit dat ik die burn-out heb gekregen. Dat mijn leven zo gelopen is. Maar ook dat ik de kracht in mezelf gevonden heb om dit zo om te turnen. Ik was eigenlijk ook vooral mezelf dankbaar en trots op mezelf. Dat ik het gewoon maar gedaan had. En dat jaar heeft zoveel gedaan op het gebied van zelfvertrouwen en onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat zag ze meteen terug in de relatie. Want ik heb toen zijn vriend ontmoet. En dat is natuurlijk nog steeds mijn partner. Dat gaat supergoed. En ondanks dat we net samen waren, heb ik toch de keuze gemaakt om alleen weg te gaan. Eerder zou ik altijd de angst hebben gehad van, oh, en was heel bang dat relatiestuk ging. En ik klampte me daar dan aan vast. Ook nog allemaal onzekerheid.
En ik dacht, nee, ik moet dit nu doen voor mezelf. En als dit niet goed gaat, dan gaat dit niet goed. Dan is het niet de man voor mij. En als het wel goed gaat, dan komen we hier wel uit. En ik moest het gewoon doen. Ik wist, ik ga er spijt van krijgen. En continu je gevoel volgen en zo dicht bij jezelf blijven. Dat geeft je zoveel kracht. En toen heb ik geleerd hoe snel je zelfvertrouwen kan opbouwen. En wat zelfvertrouwen eigenlijk echt is. En hoe dat voelt. En vooral ook hoe onvoorwaardelijke zelfliefde voelt. En dat is denk ik, en ik denk dat dat oprecht het mooiste geschenk is wat je jezelf kunt geven. Daar kan geen, en dat meen ik oprecht nu ik hier zit, hè, hoe dankbaar ik ook ben. Daar kan geen droomhuis aan het water tegenop. Daar kan niks tegenop. Daar kan geen dure auto. Ja, ik heb daar sowieso niks mee, maar voor mij persoonlijk kan daar niks materieels tegenop. Jezelf. Die reis gunnen naar onvoorwaardelijke zelfliefde. Ik denk dat dat het meest dankbare is. En het meest mooie is. Wat je ooit in je leven kunt meemaken. Dat is in ieder geval hoe ik dit persoonlijk ervaren heb. Als je nu luistert en je herkent dit. Alsjeblieft laat me dit weten. Ik ben zo benieuwd ook naar je reactie als je dit hoort. Hè. Misschien resoneert het helemaal niet met je. Misschien heb je juist heel erg het verlangen om dit te bereiken. Misschien heb je die reis al gemaakt. Maar laat me dit weten. Ik vind het echt super interessant ook om te zien hoe dit voor een ander is. En persoonlijk, of je ook de mening deelt dat dit het allermooiste is. En daar kan echt letterlijk niks tegenop. Want ik ben zo blij in dit huis. Maar het is niets in vergelijking met nou, bijvoorbeeld wat ik voelde. Wat ik überhaupt voel. Maar wat ik voor het eerst echt voelde toen ik alleen in Bali was. Toen die kracht, die is die liefde ook. Die liefde letterlijk ook. Hè, die je voelt voor jezelf. Ja, dat is gewoon, ik kan dat niet uitleggen. Ik kan dat echt niet uitleggen wat dat is. En ik denk dat het oké is als ik nu stop met praten. Ik weet het ook niet. Ik heb heel veel gedeeld ook. Misschien wel te veel. Maar dat is het dus. Dat. Hoe ontwikkel je meer zelfvertrouwen? Hoe geef je zelfvertrouwen een boost? Door ten eerste te zien en te voelen wat zelfvertrouwen echt is. En wat zelfvertrouwen echt is. Is zijn in je lichaam zijn en naar jezelf kijken en naar de wereld kijken, naar alles kijken, naar anderen en alles wat er gebeurt vanuit de ogen van inner being, vanuit de ogen van het universum. Dat is letterlijk zelfvertrouwen. Want dan ben je vrij van weerstand en dan is zelfvertrouwen een gegeven. Dat is een feit. Want dat is wat er altijd is. En dat is niet iets wat je van buitenaf moet halen, dat is iets wat er al zit. En het enige wat jij hoeft te doen is letterlijk het blokken van die krachtige stroom die jou probeert te bereiken. Stoppen met het blokken van die stroom, that's it. En die vier stappen helpen daar enorm bij. Dus ik herhaal ze nog één keer. Het geloven dat het zo werkt. Dus geloven in de wetten van het universum. Twee is het zetten van krachtige intenties. Het universum wil weten wat je wil. Tune in op wat je wil. En hoe meer dat je dat kan doen, en niet eens hoe vaak, maar hoe krachtiger dat je dat kan doen, dus met zoveel mogelijk goed voelen. En zo gedetailleerd mogelijk als je kan gaan. Want als je te gedetailleerd gaat en het voelt niet meer goed of je kunt het niet geloven, dan mag je algemener gaan. Dat is ook helemaal oké. Vervolgens nummer drie. Stap drie is dus het zorgen dat je dat doet dagelijks om je zoveel mogelijk goed te voelen. En dat is voor iedereen anders. Er zijn geen regels. Als je jezelf maar dat gunt, als je maar luistert. En vier is letterlijk zien, bewust zijn van elke kleine manifestatie. Van alles wat het universum je geeft. Iedere keer bewust zijn van, hey, dit lukt, dit werkt. En hoe meer je dit opmerkt, hoe meer je dit gaat zien, hoe groter je zelfvertrouwen wordt. En dit is een compleet andere benadering dan misschien wat je ooit gehoord hebt. En ik geloof er oprecht in, want ik geloof ook heel erg in dingen doen buiten je comfortzone, absoluut. Maar ik geloof erin dat dat een gevolg is van dat het automatisch gebeurt, dat je dat verlangen krijgt. En dan voelt het nog steeds spannend, hè? Want ik weet dat ik in mijn broek scheet toen ik naar Bali ging. Ik was super bang, maar het verlangen was super sterk. En dat je dat automatisch gaat doen en dat boost je zelfvertrouwen nog meer op het moment dat jij letterlijk gaat zien dat dingen lukken en dat dit zo werkt. En hoe meer dat je dat voelt, hoe sterker ook het vertrouwen in het grotere geheel en dus in jezelf. Want jij bent onderdeel van het grotere geheel. Ja, dat. Oké, deal. Hebben we een deal?
Alleen al dit voelen, alleen al dit geloven, alleen al dit willen ervaren, deze reis willen maken, is al voldoende. Als je dit voelt na deze podcast, dan is het al missie geslaagd. Niet voor mij, maar voor jezelf. Ja, voor mij natuurlijk ook. Zou ik het fantastisch vinden als je dit voelt. Maar gewoon in het algemeen, voor jezelf. Oké, ik ben al 35 minuten aan het lullen. Ik ga hem afronden nu. Ik hoop heel erg dat je hier wat aan hebt gehad. Zelfvertrouwen zit in jou. En het is tijd om het letterlijk om te stoppen met het blokkeren. That's it. Oké, hebben we een deal. Ik hoop heel erg dat je, oké, Kim, we hebben een deal terug. Dat je dat terug zegt. Laat me ook echt stelen mijn DM alsjeblieft. Oké, ik ga nu echt afronden. Donderdag, hè, dat is al bijna over 3 dagen, gaan de deuren dus open van Love Attraction Mastery voor een dikke dag. 50% korting en al die extra weken krijg je toegang en mijn coaching erbij. Ik heb het uitgelegd, want hè, de lancering, officiële lancering, die komt later omdat wij in januari nu op vakantie gaan. En daarom wilde ik een cadeautje geven voor degenen die nieuw willen starten. En ik heb gelukkig al heel veel toffe reacties mogen ontvangen. En mensen zeggen, ja, dan ga ik in de kerstvakantie meteen aan de slag. En ik heb er zo'n zin in. En 2022 meteen knallen. En ik heb super veel zin om met jullie ook aan de slag te gaan. Want ik ga gewoon in de kerstvakantie ook door met coachen in de community. Omdat ik het gewoon super leuk vind. En ik weet dat er dan heel veel laatste tijd ook met Money Mindset Masters en heel veel nieuwe mensen bij. En het is gewoon fantastisch, die energie. Dit stukje naar ultiem zelfvertrouwen en ultieme zelfliefde. Waardoor je een mega krachtige manifester, een mega krachtig creator wordt. Van jouw realiteit, van jouw droomrealiteit. Doei doei. Heb een hele fijne dag. Slaap lekker als je hem 's avonds luistert. En ik spreek je morgen weer. Doei doei.